Camping De Drecht in Leimuiden heeft veel weg van een Haagse enclave. Zo komt deze familie uit Den Haag er al meer dan 50 jaar kamperen. We zijn hier begonnen. Mijn broer die stond hier met een alpenkruiser. Ik stond achteraan met een tentje, een sheltertje. Haar oma, zoals we begonnen zijn, dat was een gewone, zo'n gewone huistuin, een keukentent. Wat doet u hier het liefst? Zitten. Ja, gewoon lekker zitten, gewoon relaxed. Een stukje lopen, kaarten soms. Gaan darten. Darten. Even lekker. Jammer. Ja. Kun je zeggen dat Haags hier de voertaal is? Bijna wel. Ja, denk het wel. Er zijn ook zat Amsterdammers. Ja, die Amsterdamse grachten. Den Haag belde overkant. Dat is al jaren zo. En hoe is dat dan, zo'n camping vol met Hagenaars en Hagenezen? Oh, geweldig. Geweldig. Ik kan met iedereen goed opschieten. En dat zeg ik ook. Is er wat? Kom naar ons toe om me te vragen. Nee, ja, hoe klinkt dat? Plat, hè? Plat. Ja, je hoort het door mijn stem wel. Je hoort wel eens over rivaliteit. Nee, maar dat is hier niet. Nee. Als die Amsterdammers langskomen, dan zingen wij nog wel eens en dan zijn Amsterdam weer dood gegaan. Zingen zij dan ook wat terug? Nou, die jongens die gaan altijd zwemmen in de Drecht. En die zijn heel amicaal. Hele aardige jongens. Ik heb hier bij de Amagram, die slaan me over. Want dat is een heel moeilijke voor jou zelf, voor jou. Ah. Denkt u dat u hier ooit nog weggaat? Nou, misschien in 4 of 6 planken. Denk het niet meer. Of ik moet niet meer kunnen betalen. Hoeveel jaar denkt of hoopt u hier nog te kunnen zijn? Nou ja, ik denk ook tot dat ik niet meer ben. Als de camping ook zo lang blijft staan.